Hey, goedemiddag Remke. Welkom in de caravan van de EH. Sorry, ik moet even checken of ik nou tegen. Ik kwam van mij tegen het beeld aan. Want de doorgang hier is echt. Ja, het is hier. Sta stil en praat met me. Ik ben benieuwd naar hoe het gaat met je. Of de EH je laat nadenken. Over dat wil ik het graag hebben. Leert heel veel dingen. En neem ik aan, hoop ik. Ja, zeker. Oké. Ik heb nog nooit zoveel geleerd. Nee? Nee, of niet van, of in elk geval van mezelf. Zoveel in een paar maanden tijd. Over jezelf? Ja. Ja, zoals? Nou, laat het even bij de afgelopen weken houden. We hadden het ook over grenzen aangeven en zo. En dan denk ik van, oké, ja, grenzen aangeven kan ik niet zo goed bij mezelf. Maar dat had ik eerst niet soort van door. En nu ga je daar bewust over nadenken. En dan kom je toch achter, ook in de praktijk, van oké, nee zeggen vind ik moeilijk. En dat doe ik niet zo snel. En hoe komt het dat ik dat niet doe? En dat soort dingen. En weet je dat, waardoor dat komt? Ja, ik wil anderen niet teleurstellen. En zou je zeggen dat het eigenlijk allemaal kleinere thema's zijn die op verschillende momenten op de EH terugkomen, die jou, waarin je ontwikkelt? Of heb je ook het idee dat je wel echt wat grotere processen hebt die door de EH heen nu al de afgelopen 3 maanden door zijn blijven gaan? Ik denk dat het wel meer kleinere thema's zijn. Maar er zijn denk ik ook wel grote processen. Zoals die assertiviteit. Ja. Wat ik zei. Ja. Dat ik dan in blok 1 daar een soort van wel een beetje achter ben gekomen. Of eerst wel wist, maar echt dan bewust van was. En dat ik nu in blok 2 meer daarover denk van oké, hoe. Of ja, niet per se hoe kan ik dat beter doen, maar hoe ga ik daarmee om? Eerst was ik best wel gesloten en zeg ik niet zoveel dingen over mezelf. En doordat er ook hier in een vertrouwde omgeving zit. En ja, ga je meer open over zijn. En ik heb geleerd, als je zelf open bent, gaan anderen ook open zijn. En dat zorgt dan wel weer voor verbinding. Ja. En dat heb je dus inderdaad echt wel in het contact gezien. Ja. Van hoe meer jij deelde, hoe meer de ander dus ook toenadering zocht naar jou toe, zeg maar, met het delen van de dingen waar die persoon mee zat. Ja. Oké, cool om te horen. Ja. CD natuurlijk, sta stil en praat met me. Heb je het idee dat de EH jou heeft stilgezet? Ja. 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 Ik ben wel veel. In die zin heeft EH mij stilgezet dat ik echt wel dus bewust over dingen nadenk. Over keuzes die ik maak. En niet zomaar snel een keuze maak in iets, maar wel bewust over nadenk. Ja. Ja. Ben je nu al eens in een situatie gekomen waar dat op de proef werd gesteld? Nou, bij studiekeuze, ik had wel een idee van dit zou ik wel leuk vinden. Maar nu ga je heel uitgebreid erover nadenken en dan kom ik toch iets anders tegen. Ook inderdaad eerst ontdekken van wie ben ik en wat kan ik en wat past bij me. En op basis daarvan een keuze maken en niet zomaar denken, oh, dit lijkt me wel leuk. Ja. Want was dat ook een hoofdreden voor jou om überhaupt naar de EH te gaan? Ja. Een studiekeuze? Ja. Vooral, ja, rust en niet gelijk door. Ja. Want jij bent geneigd dat te doen? Niet geneigd, maar ik wist wel als ik nu gewoon kies en het zit niet goed of de studie gaat niet goed of zo. Ja, dan zou ik me dat zelf wel erg aanrekenen of zo. Dus dan dacht ik eerst een jaartje, eerst een tussenjaar. En zelf kijken, zelf ontwikkelen. En dan verder. Als het dan fout gaat, dan heb je een soort van een jaar verspild of zo. Denk ik. Dat idee erachter. Waar heeft de EH jou het meest over laten nadenken? Op
dit moment wie God voor mij is. Wat is überhaupt mijn godsbeeld? En wie is die dan voor mij? En, maar ook wie ben ik dan voor God? En daar kan ik soms best wel mee worstelen. Van okay, ik ben Gods geliefde kind. Maar ik kan dat nog niet altijd accepteren. Hmm. Ja. En ja, daar ben ik veel meer over na gaan denken. Ja. Ben je verder gekomen in dat proces? Ja, ik ben er wel verder in gekomen, ja. Door erachter te komen dat ik dus wel Gods geliefde kind ben. En doordat ik geliefd ben ook dat, dat het dan niet meer uitmaakt wat anderen vinden. En dat die liefde ook kan uitdragen, hopelijk naar de rest van de wereld. Hmm. Ja. En dat heb je dus door de colleges geleerd? Ja. Was dat ook wel voor jou een grote vraag voordat je op de EH kwam? Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal was geen grote vraag. Ik was gewoon, ik was daar niet heel veel mee bezig. Of tenminste wel gewoon met God en ik heb belijdenis gedaan. Dus de EH heeft jou eigenlijk in die zin heel erg aan het denken gezet. Niet met een vraag die jij zelf had, maar eigenlijk een vraag die je misschien blijkbaar onbewust nu toch hebt gekregen door de nieuwe informatie die je hebt gekregen. En waar haal jij je waarde vandaan? En ik merkte dat dat niet van God is per se, maar vooral wat anderen van me vinden. Hmm. Ja, het was volgens mij niet letterlijk een college wat daarover ging, maar wel een beetje de grote lijn. Hmm. Dat heb je door je hele leven wel gehad. Een soort dat je de, als je jouw zelfbeeld baseerde op wat anderen van je vonden in die zin. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Vind je dat confronterend dan? Om te ontdekken? Ja. Ja, en ik ben er nu nog steeds mee bezig. Het is nog niet dat ik dat helemaal kan accepteren, dat God zoveel van mij houdt. Nee, in die zin denk ik dat het heel goed is dat je bezig bent met dat proces om te onderzoeken waar haal ik nou mijn waarde uit. En ik denk dat dat super herkenbaar is voor veel mensen. Dat we allemaal proberen te zoeken naar waardering van anderen. En dat het natuurlijk ook heel makkelijk is om dat te zoeken om je heen. Om je heen in deze wereld. Om dat te zoeken in de dingen die je ziet. In de tastbare dingen. Succes in ieder geval met dat proces. Ja, dank je. Nou, bedankt Remke in ieder geval voor je openheid en eerlijkheid. Cool dat je met mij in gesprek wilde. En ik hoop dat je nog een mooie tijd beleeft op de EA de komende maanden. Zullen we nog even een potje gaan tafeltennis aan? Ja, let's go. Let's go, man. Ha 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 ha.